Na de uitslag van de herexamens van de MULO-scholen is het aantal geslaagden met slechts 8% gestegen. Het slagingspercentage is blijven hangen op 57%, het laagst sinds 2014. Vanaf 2012 is het slagingspercentage voor het MULO-eindexamen na de herexamens steeds boven de 60% geweest, met uitzondering van 2013. Het vorig schooljaar was het aantal geslaagden na het herexamen 62,4%. Statistieken van het examenbureau geven aan dat van de 5.374 scholieren die hebben deelgenomen aan het MULO-eindexamen, 2.623 of 48,8% direct geslaagd zijn. Voor herexamen kwamen 738 scholieren in aanmerking, 439, oftewel 13,7%, haalden de eindstreep. In totaal zijn 3062 van de 5374 na het herexamen geslaagd.